Ik ben Kjeld Nuis, langebaanschaatser. En mijn doel dit jaar is om een medaille te winnen op de Olympische Spelen. Het eerste jaar dat ik bij het team kwam, miste ik net de Olympische Spelen. Dat hoop ik dit jaar gewoon dubbel en dwars goed te maken. Toen Red Bull naar mij toe kwam met de vraag hoe kunnen we jouw prestaties verhogen, heb ik dat eigenlijk bij mijn coach Jack Ory neergelegd. Ja, hebben we samen gekeken hoe kunnen ze ons helpen op een manier wat anderen niet hebben, wat nog nooit eerder gedaan is. En hij kwam toen met een videoanalyse uit verschillende hoeken laten zien met waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Daar hopen we dingen uit te halen die nog nooit eerder gezien zijn. Jack Ory is natuurlijk een beetje de wetenschapper van de ijsbaan hier. Hij is bewegingswetenschapper geweest, is hij. Dus hij benadert dingen op een andere manier. Nou, wat het belangrijkste is, kijk, dat schaatsen, je moet natuurlijk kracht, snelheid, van alles hebben. Maar alles moet eigenlijk samenvallen in één moment en dat is waar de afzet plaatsvindt. Ja, en dat is heel lastig vast te stellen. Toen kwam hij op het idee om gewoon met videoanalyse dingen te doen. Wij maken natuurlijk ook filmopnames, maar er zit een grens aan. We kwamen natuurlijk in een gesprek met Red Bull. En uiteindelijk boden die de mogelijkheid om daar een stap verder in te gaan. En om te kijken of we echt beelden konden schieten, ja, die ver buiten het bereik liggen van een commercieel team en normale filmbeelden. Wat sowieso lastig is binnen het schaatsen, is dat je niet uit alle posities tegelijk kan kijken. Dus meestal heb je maar één of twee cameraposities. Het mooie wat er nu is, een halve cirkel waar 60 camera's in hangen. Dus 60 posities uit hoeken krijgt van de schaatser die je nog nooit eerder gezien hebt. Daarnaast hebben we een kabel over het hele rechte stuk, waardoor we unieke beelden vanaf boven en schuin vanaf boven kunnen filmen. En het moment dat jij een kabel over de ijsbaan spant, en je kan van bovenaf op de schaats kijken, dan kan je heel goed de richting van jouw lichaam bepalen en de richting van je schaats op het moment van de afzet. Wat ik hoop dat Jack te zien krijgt, is dingen die ik niet helemaal goed doe. Ja, als het goed is, is het goed. Maar fouten kan je van leren en kan je verbeteren. Ja, en het doel is uiteindelijk om toch zo snel mogelijk te worden. Ik denk zeker dat dit het verschil zou kunnen maken voor het behalen van een medaille. Soms zit het maar in hele kleine dingetjes, vooral omdat het niet goed bekeken is. Ik denk er namelijk ook dingen uit te leren die ik gewoon nog niet wist. Omdat als je er nooit hebt kunnen zien vanuit zo'n perspectief, dan moet je altijd maar afvragen wat je tegenkomt. En waar ik vandaag even op belet is, zijn drie punten. In eerste is zo, als je punt van je voet bij je hak is, waar de afzet begint. En dan wil ik kijken naar de valhoek met het ijs. Dan wil ik kijken of je rond er niet afdraait. En ik wil kijken hoe op dat moment hoe de afzethoek is van je knie. En hoe de hoek is die je hebt over het ijs die je stuurt. Bij je hak ben je met je teen hier. En dan hebben we even gekeken hoe je VM dan teruggestuurd hebt met de rechtdoorlijn, weet je wel, de normale. En dat doe je eigenlijk wel hartstikke goed. Als je hem zeg maar onder de 10 graden zit, dan druk je hem zo ver terug. Ja, dan loop je als ware jezelf als ware vast. Ja, dan loop je vast. Weet je nog, vorig jaar in Salt Lake City, dat je iets voorover begon te hangen. Deze is goed. Dit is nog ergens rond de 106 graden, dacht ik. Ja. Dat is prima, maar als je nou wat moeier wordt, want op het eind van de avond ging je onder die boog doorrijden, daar ga je een beetje kantelen naar voren. Dat zie je hier ook. Hier ben je wat moeier en dan kantel je hem voorover. Zie je het? Je gaat dat doen. Ja. Kijk, dan is je hoek veel groter. Dan je ziet. Het scheelt 5 graden. Op het moment dat je dan insteekt, dan ga je mee. En als je insteekt, moet je als het ware gewoon blijven zitten met je benen. De afzet blijven rijden.
niet achter je insteek weet aan. Je wil altijd het maximale, het hoogst haalbare, het snelste en het beste. Als je het verschil wilt maken, dan moet je dat ergens maken. Soms zit het maar in hele kleine dingetjes. Nou ja, ik denk dat dit er een onderdeel van is.